8 sterke dames aan het starten. Voor de lastpunten hebben wij Simone Hissing, BMX Apeldoorn Mariska Boschert, FCC De Vaart Lisa Mepsen, voor Lichtenvoorde Anne Mokking, de Bissing Crosses Iris van der Linden, de Weijrijders Soraya van Hees, opnieuw de Bissing Crosses en zowel de kampioen op de cruiser Tessa Gerling, en voor Nijkerk Suela Reutinga. Dames, succes! En wie gaat hier dan de snelste start pakken? Reutinga is opnieuw goed weg. Maar datzelfde geldt voor Tessa Gerling. Want nu zit ze trek voorop. En hoe zo kan hij nou eerst te gaan rijden? En wie kan haar wel volgen dan? 7.85 is op de positie nummer 1. Reutinga op 1, in de 3. Van Hees op 4, op 5, Mepsen op 6. En als op de posten op 7, Hissing op 8. Maar hoe gaat het vooravond lopen? Is het nog steeds gewoon Tessa Gerling op positie nummer 1. Maar nu gaan ze afslaan. Dan heeft ze veel mensen net uitkomen die tweede bocht. En als ze nu geen foto's meer gaat maken, dan gaat zij als eerste richting de laatste bocht. Dan moet je bocht rijden en de laatste stuk uitzetten. En dan ga je veel met een tweede stuk uit de hal. En dan gaat ze nog naast komen. Dan gaat ze ook wel heel erg bij. En als ze nu doen, dan gaat ze andersom. Dan is het nu toch zo weer naar Reutinga gaat die het puntje herhaald. Maar dan in haar voordeel. En kampioen wordt met de dames van 16 jaar en ouder.